Hallo iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot en jullie weten dat ik ook een website heb en daar heb ik al een pagina staan over Whiplash en dit is een van mijn grote dromen dat ik graag wil doen, part-time te zijn de tijd. En ik wil mensen graag helpen met verlies van geliefde of een baan of een huis of te kunnen werken lichamelijk, omdat ze door een ongeval in ieder geval een niet aangeboren letsel hebben of schade in hun lichaam, zoals een been verliezen omdat je gevochten hebt in Iran of Irak, of dat je andere schade hebt geleden of verlies. Jullie kunnen misschien wel nog herinneren dat ik over limitaties heb gehad met Wendy, de heks, in de serie. En zij heeft ook limitaties. Ik heb limitaties. Iedereen heeft limitaties. Maar wij gebruiken het woord Wendy en ik voor limitaties voor onzichtbare handicaps. Dat is eigenlijk. Sommigen zijn niet aangeboren en sommigen zijn wel aangeboren. Maar ik ga dit focussen op, of richten, laten we het zo zeggen. Ik vind het niet leuk als mensen te veel Engels in een gesprek gooien. Zo, ik zal mijn best doen om het in het Nederlands te doen. En het kan misschien heel erg langzaam zijn, want dat is een van mijn symptomen. Het zijn 8 bladzijden, zo ik zal het ook in stukjes gaan doen, terugkomen en dan weer een andere episode of hoe noem je dat, aflevering maken. Zo, want ik kan het niet allemaal in één keer, het is te veel. En dat is eigenlijk een van de, ook weer de symptomen van Whiplash. Ik heb er 2. Mijn eerste Whiplash heb ik gekregen in 2007 en de andere in 2011. Ik ga niet te veel in mijn privé zitten, maar ik weet wel waar ik over praat. Ik ben er niet voor gekwalificeerd, alleen maar als life coach zijn om mensen te ondersteunen, te luisteren en te spreken. En ik heb wel ervaring ermee 2 keer, zo dat maakt me ook wel gekwalificeerd dat ik weet waar je over praat, maar niet de medische kant. Nou, we gaan deze lijst, die krijg je van je huisarts of van een fysiotherapeut of van een neuroloog of van je schadebehandelaar. En je kan het ook van de UWV of de arboarts krijgen, zo'n lijst, om een duidelijk beeld te krijgen wat er aan de hand is. Het zou leuk zijn als jullie ook reacties achterlaten of als jullie vragen hebben, dan stuur me dan gerust een e-mail. Ik neem geen klanten aan op dit moment. Maar ik ben wel stukjes bij beetjes informatie aan het verzamelen. En natuurlijk heb ik altijd een luisterend oor voor iedereen. Ik ben ook dingen aan het maken. Ik wil ook een cursus doen, omgaan met verlies. Daar ben ik ook mee bezig. Ik ben met heel veel bezig. Maar het gaat allemaal trager dan normaal. We gaan nu in ieder geval de symptomenlijst behandelen en ik ga stukjes voorlezen. En ik doe dit verbaal omdat het ook moeilijk is als je whiplash hebt. Dan kan je ook problemen hebben visueel, auditief en verbaal. De symptomenlijst zijn onderverdeeld in 16 subgroepen. Te weten algemeen hart, hoofd, mond en kaken, oren, ogen, nek, rug en schouders, armen en benen, handen en voeten, geheugen, karakterwijzingen,
lezen en schrijven, dysfunctioneren, menstruatie, autorijden, fietsen en schade. Deze lijst kan bijvoorbeeld bij een arts, een specialist, een verzekering of een advocaat erg behulpzaam zijn om duidelijk te maken wat voor klachten je hebt. De persoonlijke gegevens, dat is de naam, adres, postcode, woonplaats, provincie, telefoon, e-mailadres, leeftijd, geslacht, huidige datum, u heeft whiplash sinds, oorzaak van de whiplash, aantal symptomen zelf geconstateerd voor het invullen van deze lijst. Aantal symptomen van deze lijst met ja beantwoorden en aantal symptomen van deze lijst met nee beantwoorden. Ik wist zelf niet dat er zo'n lijst bestond totdat ik het kreeg van een arts, een neuroloog. En daarom wou ik dit naar buiten brengen, want er komt heel veel op je af als je een ongeval gehad hebt. Dan wordt er ook niet verteld, 9 keer uit de 10, bij mij was het niet gedaan, dat er slachtofferhulp was. Als je een ongeval hebt gehad en whiplash of een aanrijding, dan kan je bijvoorbeeld angst krijgen om terug te stappen achter het stuur of een passagier zijn in de auto. Wat ik ook duidelijk wil maken is dat whiplash is niet erg alleen voor de slachtoffer, maar zeer zeker voor de naaste. Mensen hebben, ik weet heel veel, want ik heb dit al 13,5 jaar. En 13 jaar? 2007, ja, 13 jaar. En dat is wat ik bedoel. Dan moet je even stoppen om te denken. Want daar zit ook vergetenachtigheid in bij mij. En dan moet ik weer zoeken naar woorden. Maar 40% van mensen die iemand hebben die bijvoorbeeld Alzheimer's heeft of Parkinson of een onzichtbare handicap, limitatie. En het is niet gekend, dan gaat het veel sneller, dan gaan ze uit elkaar. Omdat partners en kinderen, die worden ook getraumatiseerd, omdat ze onmacht voelen, omdat ze het niet begrijpen. Je kan het niet zien, zo je kan het niks tegen doen. En vooral als het niet gediagnoseerd is. Als je als er een diagnose is, dan is het makkelijker om mee om te gaan en te begrijpen voor jezelf en voor anderen. Nou gaan we naar bladzijde 2, zodat ze algemene informatie waar het mee begint. Dan hebben we symptomen algemeen, dan moet je zeggen ja, nee of soms. En dat is bijvoorbeeld karakterverandering. Word je gauwer angstig of gauwer kwaad of wat is er veranderd in je karakter? Vegetatieve stelsel ontregeld. En nou weet ik niet wat vegetatieve stelsel is. Vegetatieve stelsel is, kan je je concentreren, ben je langzamer, ben je slomer in je praten, het bewustzijn, oké? Hoe reageer je spieren? Maar zoals ik al zei, ik ben geen dokter, zo als je daar geen antwoord op weet of je langzamer bent of niet kan concentreren, dan moet je zo'n vraag openlaten. Dan heb je slaapritmestoornis. Slaap je regelmatig? Kan je niet slapen? Waarom kan je niet slapen? Maar dan moet je toch nog ja, nee of soms zeggen. Alcoholisme. Hormoonhuishouding ontregeld.
lichte epilepsieverschijnselen, regelmatig zweterig, regelmatig duizelig, regelmatig verkouden, regelmatig keelpijn, regelmatig grieperig, regelmatig flauwvallen, regelmatig hyperventilatie, regelmatig misselijk, allergieën, allergiereacties, medicijnverslaving, spontane ontstekingen, ondefinieerbare pijnen. Ondefinieerbaar betekent dat je niet kan uitleggen waar de pijn, wat voor pijn het is. Sterke temperatuurschommeling, plotseling oververmoeidheid. Dan gaan we naar de symptomen van het hart. Die andere waren algemeen. Dit is het hart. Hartritmestoornis, onregelmatig bloeddruk, per uur wisselend, verschil in bloeddruk, links en rechts, geen reactie bij schrikken. Nou gaan we naar bladzijde 3. En dit is het hoofd. De symptomen: continu hoofdpijn, ondefinieerbare hoofdpijn, stekende hoofdpijn boven ogen, stekende pijn, hoofdpijn achterhoofd, stekende hoofdpijn schedelrand, stekende hoofdpijn als toepetje, stekende hoofdpijn voorhoofd, migrainegevoel, onregelmatige hoofdpijn, stroomstootjes. Nu gaan we naar de mond en kaken. Ongedefinieerbare pijn onderkaak, ondefinieerbare pijn bovenkaak, tintelingen in de tong, slik- en verslikproblemen, tanden knarsen in slaap. Nu gaan we naar de oren. Oorsuizingen, gehoorvermindering, oorpijn, evenwichtstoornissen, overgevoeligheid, hoge tonen, overgevoeligheid voor geluiden, door elkaar. Zoals je in een winkel loopt en je hoort mensen praten en het muziek en je moet vluchten. Dat bijvoorbeeld. Overgevoeligheid, harde geluiden. Overgevoeligheid voor volumeveranderingen. En dit kan bijvoorbeeld zijn als je thuis bent en je zit met 3 of 4 andere mensen televisie te kijken. En de ene zet het op hard en dan kan je het niet aanhoren. Oké, okay. Dan gaan we weer pauze nemen. Nu gaan we naar bladzijde 4. Verwijde pupillen zonder reden. Verminderd vermogen tot accommoderen. Ik zal het nog een keer herhalen. Verminderd vermogen tot accommoderen. Dubbelzien. Delen vallen weg. Dit is de ogen. Zo, ik zal het nog een keer herhalen. Ogen. Verwijde pupillen zonder reden. Verminderd vermogen tot accommoderen. Dubbelzien. Delen vallen weg. Trillende letters bij lezen. Irritatie achter computerscherm. Wazig zien. Ogen niet stil kunnen houden. Scheel kijken.
overgevoeligheid voor licht. Overgevoeligheid voor lichtflikkeringen. Nou, ik zal een beetje erop ingaan op deze. Verminderd vermogen tot accommoderen is dat als je van één plek, zoals je hebt zitten lezen en je kijkt omhoog, ben je dan duizelig, kan je focussen, gaat dat normaal of is dat vertraagd? Of ga je dubbel zien, want dat is de volgende vraag. Of delen vallen weg? Of dansen de letters op je pagina? Wazig zien. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn als je kijkt en je hebt lijkt net mist en je hebt een tunnelvisie. En buiten de tunnel is het allemaal net zoals een boter op een lens. Oké. Heb je irritatie achter een computerscherm? Kunnen de ogen stilhouden? Kan je je ogen stilhouden of moet je heen en weer gaan kijken? Kijk je scheel? Ben je overgevoelig voor licht? Of overgevoelig voor lichtflikkeringen zoals je in een auto bent en al die lantaarnpalen? Of als je overdag rijdt en er zijn heel veel bomen langs de weg, dan zie je de zonneschijn flikkeren. Ben je daar gevoelig voor? Oké, symptomen voor het nek en de rug en de schouders. Brandend gevoel. Verkrampte spieren. Zenuwenpijn. Gevoel en zware last te dragen. Niet kunnen tillen. Niet de nek kunnen draaien. Stramme nek naar voren gericht. Stijve nek. Krakende nek. Dan gaan we naar de geheugen. Lange termijn geheugen. Korte termijn geheugen. En dan gaan we naar bladzijde 5. En dan neem ik weer even rust. Symptomen van armen en benen. Tennisarm. Tintelingen. Krachteloos. Zenuwenpijn. Slapend gevoel. Uitval. Pijnlijke plekken. Spiertrekkingen. Ongecoördineerd de spieraansturing. Niet lang kunnen lopen. Niet lang kunnen staan. Waggelend lopen. Slepend been. Mank lopen. Moeite met traplopen. Handen en voeten. Koude handen of voeten. Pijnlijke handen of voeten. Spiertrekking in de vingers. Krachteloos. Zenuwenpijn naar vingers. Karakterwijzigingen. Snel in paniek over gevoeligheid voor negatieve aspecten. Ik herhaal. Karakterveranderingen. Snel in paniek over gevoeligheid voor negatieve aspecten. Pagina 6. Snel geïrriteerd. Somber gestemd. Dit is de karakterveranderingen. Depressief. Verward. Wantrouwig. Oppervlakkig. Conflicten ontlopen. Makkelijk opgeven. Afstandelijk. Veranderd van extrovert naar introvert. Minder daadkracht. Mindere seksuele behoefte. Verminderd in incasso-overmogen. Verminderd in incasso-overmogen. Zodat je minder kan incasseren, dat je minder opneemt. Onverdraagzaam.
passief, onzeker, angstig, afstotend. Mist eikpunten, hou vast. Indruk alsof je naar een foto op zijn kop kijkt. Onrustig gevoel in hoofd. Kan niet meer twee dingen tegelijk doen. Mist eikpunten betekent mist belangrijke punten of een houvast te hebben aan iets. Oké. Nou, we gaan over de lenzen. Lezen en schrijven. Zie je wat ik bedoel? Ik lees lenzen en het is lezen. Niet lenzen, sorry. Lezen en schrijven. Niet meer kunnen. Lezen, schrijven. Handtekening klopt niet meer. Stotterend. Woorden vergeten of woorden omdraaien. Nou, weer even stoppen. Dan hebben we nog alleen maar twee bladzijden te gaan. Dit gaat over het lezen en schrijven, maar ik denk dat er hier een typfout is. Uitdrukkingen verhaspelen. V-E-R-H-A spelen. Verkeerde woorden gebruiken. Woorden niet kunnen vinden. Zinopbouw klopt niet. Begin van een gesprek vergeten. Dyslexie-reactie. Dan gaan we naar defunctioneren. Symptomen: niet meer op de rug kunnen liggen. Niet meer haren kunnen wassen. Niet meer kunnen uittrekken. Niet meer uit kunnen rekken. Niet meer tegelijk kunnen lopen en praten. Autorijden en praten. Lezen en ademhalen. Zingen en lezen. Van bladmuziek. Dan hebben we menstruatie. Dit is voor vrouwen natuurlijk. Veranderde cyclus. Bloedingen heftiger. Overgeïrriteerd. Sidderingen. Verhevigde menstruatiepijn. Dan de laatste bladzijde is over autorijden of fietsen. Oriëntatieproblemen. Betekenis verkeerslichten. Vergeten wat verkeerslichten betekenen. Verkeerde richting inslaan. Traag reageren. Verminderde verkeersoverzicht. Coördinatiestoornis. En nu hebben we de schade. Symptomen: werkeloos, financiële achteruitgang, echtscheiding, beëindigd studie, relatieproblemen, gereduceerde vriendenkring, verhuizen, onbegrip, isolement. En dan krijg je nog een puntje om zelf dingen in te vullen. En dat is niet genoemde punten. Bijvoorbeeld getraumatiseerde kinderen. Getraumatiseerde dieren. Of dieren willen niet meer naar je toe komen. Of juist meer. Dit zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren met Whiplash. Ik hoop dat jullie dit informatief vinden. En ik hoop reacties erop te krijgen. Hou je taai in ieder geval. En weet dat je niet alleen bent. Of je nou Whiplash hebt of niet. Maar ik moet ergens beginnen en dit is mij bekend. Ik heb wel 22 jaar in de zorg gewerkt, zo ik heb wel wat ervaring achter me. En ik sta open voor suggesties en wil je praten, dan ben ik er. Stuur me dan even een e-mailtje en dan kunnen we contact leggen. Hou je taai, wees gezegend en blijf sterk. Geef niet op. Hou je taai.